Al jaren wordt er zowat elke dag wel gebeden door een grote groep moskeegangers. En waar er vroeger meer dan genoeg plaats was, wordt het de laatste jaren steeds krapper. Het kan gewoon niet meer. De Asunat moskee moet vervangen worden. Als het aan het moskeebestuur ligt, liever vandaag dan morgen. Goed. Nou, dit is de gebedsruimte. Hier komen ongeveer 30 tot ongeveer 50 mensen op de werkdagen. Maar op de vrijdagen en op de feestdagen komen er echt veel meer. Soms tot ongeveer 200 mensen. En dan is het heel, heel erg krap. En vooral in de zomer, in de warme periodes, is het heel erg benauwd omdat er geen ventilatiesysteem is. Alleen die twee ramen hebben we. Dus dit is ook echt aan vervanging. Ja, hoe eerder hoe beter. Nou, de gemeente heeft van alles beloofd eigenlijk. We moesten wachten totdat er duidelijkheid was op over hoe heet de brede school. Ja. En dat heeft ook heel lang geduurd. En nu is het duidelijker, maar wij moeten dus wachten. Klagen de bezoekers over hoe het eruit ziet? Zeker. Ja. Dus eigenlijk is de roep om iets nieuws ontzettend groot. Ja, iedereen eigenlijk. Ook de kinderen. Die hebben ook hier echt last van. En ze klagen ook over benauwdheid en alles. Ja. Ja. Wat verwacht je van de komende tijd? Er komt nu een gesprek met de gemeente weer. Heb je een beetje hoop op een goede afloop? Ja, de hoop willen we. Hebben we nog steeds natuurlijk. Ja, we willen echt graag samen met de gemeente een nieuwe moskee realiseren hier op deze locatie. Ja. Ja. En over hoe lange tijd praten we dan voordat het af moet zijn? Ik heb er geen idee. En waar hoop je op? Ik hoop dat wij over een jaar echt een nieuwe moskee hebben. Ja, om trots op te zijn. Ja, zeker. Weer een nieuwe moskee, maar ook een mooie moskee.